Ik ben Morgan en ik vond ik heb geleerd om voor mezelf op te komen en concentreren. De leukste opdracht vond ik Videostar. En waarom? Je kan je angst overwinnen en je kan een eigen video maken. En dat is nou het leuke daarvan. Hoi, ik ben Vince en ik heb bij Play for Success heb ik geleerd van mijn boosheid, mijn concentratie en mijn doorzettingsvermogen. Ik vond een leuke opdracht, vond ik Rayrot, want dat was ten eerste, het was heel leerzaam en het was ook nog heel leuk, want ik werd ook, mensen die gingen me ook klopvis gingen ze zeggen en dat vond ik ook heel leuk, want toen ging ik ook sneller rennen en toen hadden we ook sneller gewonnen en dat vond ik het leukst. Doei doei! Hoi, ik ben Neo. Ik heb bij Planning for Success geleerd om minder zenuwachtig te zijn en een grotere groep te praten. Een leuke opdracht vond ik Ren je rot, omdat ja, ook actief en ook dat je vragen beantwoordt. Hallo, ik ben Elin. Ik heb een beetje van succes geleerd om niet bang te zijn of fouten te maken. Een leuke opdracht vond ik appeltaart bakken, omdat ik ging leren om appeltaart te bakken en ook om grammen. Hallo, ik ben DJ en ik heb bij Plan voor Succes geleerd om te gaan met mijn boosheid. Een leuke opdracht vond ik appeltaart maken, omdat ik koken wel interessant en leuk vind. Hallo, ik ben Jastier. Ik heb bij Plan voor Succes geleerd om tijdens de uitleg van die op te letten en te concentreren, beter te concentreren. Leuke opdracht vond ik appeltaart pakken, omdat ik geleerd heb om appeltaart te pakken. Hoi, hallo, ik ben Koes. Ik heb bij Play for Success geleerd zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen. Een leuke opdracht vond ik Ren je God, want daar leer je zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen. Kaden, ik heb bij Play for Success geleerd om heel gevoelens om te gaan. Een leuke opdracht vond ik Swings, omdat je verschillende opdrachten kon doen. Hallo, ik ben Suleiman. Ik heb bij Play for Success geleerd om met mijn boosheid problemen te werken. En een leuke opdracht vond ik in Play for Success is appeltaart bakken. Want ik vind het leuk om appeltaart te bakken en ik heb het eindelijk geleerd. Ik heb met Play for Success geleerd om aan mijn mening te werken en om mijn zenuwen voor een toets te minderen. En een leuke opdracht vond ik appeltaart bakken, omdat ik bakken heel erg leuk vind. En rekenen vind ik best wel moeilijk. En bij appeltaart bakken is dat je ook grammen nodig hebt.